Hallo mensen, Tim en Stim. Ik ga deze nieuwe aflevering van Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ik ben je gast Tim. En welkom terug bij deze nieuwe video. We gaan weer gezellig verder. We gaan weer verder met de Templariusjacht die we in de vorige aflevering hebben gestart. En ik neem het een beetje achter elkaar op. Net een paar uur later. Dus het zou kunnen zijn dat straks de dingen klaar zijn van de boottochten die we in de vorige aflevering hebben gestart. Dus laten we kijken. Zouden we nu eigenlijk een melding van moeten kunnen krijgen? Geen idee of die nu al klaar is. Denk het niet. Maar we gaan gewoon weer verder. Doen we vast even een blauw nummer omhoog. Zou super tof zijn. Support je mij mee. Support je in ieder geval ook het kanaal een beetje mee. En we gaan gewoon weer verder met Upton's Verdriet. Good God, man. What's happened to you? I cannot go on anymore. My brother? A traitor? That woman? Templar? I have no family, no wife of my own. What is the point of living? Let them kill me. You don't know what you're saying, mate. Let's get you someplace safe. What's the point? The point is, I want my key. So I need you alive. I need your information, so I need you sober. You are my best friend. Come here. Kill you! Zo, die hou je eens even een beetje dronken. Oh god. Gewoon een beetje iedereen afmaken in het tafereel. I hope so. Je gozer is dronken als ik weet niet wat. Tering. En dan loopt nog de boeren. Dank u. Ik vind niet of wat daar kijkers daarvan vinden. De kerk, in de naam van de Vader, de Zoon en de Holy. Nee, de Vader, de Zoon en de Holy. Wat is de derde one again? Let's just keep it moving, yeah? The Holy Ghost? The Son and the Let's Keep It Moving. No, that's not it. What does it matter? Zo, deze gozer is dronken. Ja, geen fucking irritant. It doesn't matter. Nothing in this sour life got. Let's keep it moving. Graag. Ja, maar dan een beetje traag. En dan zullen ze vertrekken. Who are these creatures? They all look like that woman to me. Are they muses or furies? I can't tell. Lazy. What happened to your teeth? What's the matter? Do you not enjoy female company? Come with me, kind sir. I'll make it worth your while. Dat is al zo wel, want ik moet gauw deze missie, want ik had de sleutel. Not over there. Who the hell are you? En ik heb zo'n gevoel dat we zo meteen nog eens meer nieuwvelig. Ik pak even mijn zwaarden. Upton, mate, no. Guards. There are guards nearby. Piss off! Hij staat te zeiken. They won't stand for this. I said piss off! Oh, I need a piss. Dank u. I don't want to be like a child, ever. It's all right, mate. Help me not be like a child. You just need the drink to wear off. Are you safe here? Safety is an illusion. But yes, I have friends here I can hide. Good. What you must think of me? Have I said anything embarrassing? No, mate. You sound quite the scholar. Betrayal makes one philosophical, don't it? Imagine a Templar. My brother to marry a Templar. I doubt it'll come to that. I'm so afraid for him. But please help keep him safe. Sober up, mate.
We'll finish this in the morning. You're a forever friend, Kenai. Dank u. Maar dat was een makkelijke en snelle missie. Dus wij gaan gewoon weer verder met de volgende daarvan. Dus waar moeten we nu in godsnaam heen? Daartoe. En dan zou ik hopen dat dit de laatste missie zijn van deze tempeliersjacht. Ik hoop het. Want dan gaan we namelijk zo meteen weer verder met de volgende jacht in Havana. Want daar is er ook namelijk heen. Want we gaan... Oh ja, wacht even. Want er zijn hier... Er is hier nog een mooi pakhuis dat ik wil clearen. Hier dan. Die is nog vol. Dus we gaan naar deze missie. Ik hoop dat dit de laatste... In ieder geval na de laatste missie van dit... Gaan we gezellig eventjes... wat mooie spullen krijgen. Maar is dit? You're looking better than last we met. As I sobered up, I began to see it more clearly. Jing has led my brother astray and must be killed. Vance has also betrayed me. As an assassin, his treachery must be punished by death. So either way, one of them has the Templar key. You're obviously distraught. Let me take care of it. I will tell you where to find them. Zuck Veins. Dus, nou, hehe, we gaan ze vermoorden. Waar ze ongeveer voor mij zitten. Even kijken, pak ik de map er even bij. Zitten ze een beetje in het Oh, dank u wel. In het moerasgebied te zitten. Juist waar ik net zo'n hekel aan heb, het moerasgebied. Maar oké, we gaan er gewoon weer omheen. Want voor mij zit dat huis van die vrouw. Nou, die gaat zo meteen dood. Dus dan neem ik het huis over. Oh nee, wacht, we hebben al een heel eiland voor onszelf als piraten. Je moest omhoog. Zo. Zo heel mooi daar naartoe. Dus ik moet eventjes, moet even omlopen. Heer, hij ziet me. Zullen we dat maar even niet doen? Maar we moeten denk ik daar naartoe. Dus dat komen we even overspringen. En dan komen we op een gegeven moment komen we bij het kamp uit. Hoop ik, zo snel mogelijk. Jij, hier deze boom in. So, nice. Traitor. It takes one to know one. Waarom is dat de map van de tweede schat? Nou, van een deel van die schatkaart, denk ik dan. Jin Lang, as I live and breathe. I told him not to hire you. You traitor! I will not meet the same fate. Ik hoop het wel. Oh, wacht. Misschien zo. Ben ik direct er vanaf. Imagine the Queen of Pirates, Jing Lang, defeated for a fake map. I have been arrogant. Really? Yes. I stole the real one. Both halves. My husband has it. Your husband? Better man than these fools. Oh. Koyaskat en patje. Nice, nog eentje dood. En nog een key. En die man is verleid door alleen maar een kaart. Snap uit het gebied en wordt anoniem. Dat moet ik wel zo snel mogelijk doen, want anders ben ik dan lul. En hebben we zo meteen een groot gevecht hier, though. Geen zin in. Dus we boeken hem heel gaaf uit dit gebied. Maar we hebben in ieder geval één van de zoveel Templar keys. En we gaan nu gewoon weer verder naar Havana. Of in ieder geval het pakhuis even clearen. Havana. En dan hopen dat het genoeg is voor deze aflevering.
Maar ik denk niet. Dus dan gaan we gewoon misschien nog wat een paar eilanden of in ieder geval nog een fort overnemen. Koning der Piraten, Koning der Dwazen is volbracht. Vooruit de Templiersjacht om de sleutel van de Templiersharnas te bemachtigen. 2 van de 5 sleutels bemachtigd. Nice. Dan hebben we voor mij nu hier geen missies meer. Dus we gaan nog even dit pakhuisje nog even leren. We hebben. Ik moet even kijken. We hebben nog rookbommen en we hebben ook nog een werpmes. Gebruik gewoon. Of mijn geweer. Of mijn pistolen of wat dan ook. Even kijken, want. Ik wil in ieder geval even degene die in de hoge toren zitten even neerhalen. Dat dat gewoon. Oh. Dus hier naartoe. Niet die kant op. Die kant op. En we zijn de lul. Kan ik daar ook op... Zo, even naar beneden. En even dat alarmpje even uitslaan. Wie wil met me vechten? Oh. Zo, ook dood. Nice. Was niet zoals gepland. En nou moeten we nog die sleutel kunnen krijgen ergens. En die sleutel bewaard, wordt daar bewaard. Zo, nice. Dat is 1. En dat is 2. Gaan we even zijn sleutel erover. Oh, E ingedrukt houden. Nice. En dan snel... Minuutje erover hier nog. Oké, nice. Maar dan gaan we nu even daar naartoe. En dan gaan we even fast travelen naar Havana. Even kijken. We hebben 20 hout, 40 metaal, 20 textiel, 30 rum en 20 suiker. Nice. Dit is een mooie buit. Dat is een hele mooie buit. Daar ben ik ook blij mee. En we gaan gewoon nu verder. We gaan naar Havana toe. En kijken wat we daar kunnen aantreffen. Ik hoop dat we misschien een beetje hetzelfde kunnen aantreffen. Wat we hier hebben. Dus we gaan even kijken. Dan gaan we even naar Havana. Of misschien even hier naartoe. Was daar... Ik zie nu dat die leeg is. Pak als leeg. En dan gaan we naar Havana toe. En dan zie ik... Ja hoor, een pakhuis vol. Dan gaan we naar dat stukje daar. Fast travelen. Met de Rijkse Piraat is momenteel... Je denkt van Rijkspiraat is nu... Oké. Hey, nice. Maar ja, ik heb op het moment niet vrij veel geld. Maar dat komt later allemaal. Kijk, zoals daar is die SS inburgd. En daar kunnen we heel wat... mooie spullen halen voor om meer schip te upgraden. Laten we erbij. Ja. Dan hopen even kijken waar die zit. Oh shit, het is een beetje drukker dan voorheen. Huh. Kijk hoe we dit gaan doen. Ja. Yeah. Dus even die belf uitschakelen. Een lang weg hier, nou.
heb niks gedaan, ik heb niks gedaan, bok op. Yeah, that's a little bit of a problem. Laten we gewoon één die sleutel pakken. Versterking is op komst. Waarom wordt er van vijf kanten wordt beschoten? Nee, terug, Rob. Door 30 officieren met hem. Hoe kunnen we daar doorheen schieten? En nou oppokken. Dank u. Ook weer gehad. Dan gaan we nu eindelijk wel dit dingetje even legen. 25 hout, 20 metaal, 25 textiel, 20 rum en 20 suiker. En we gaan gewoon weer verder. Want we hebben niet de hele dag te staan hier alle spullen weg te kunnen halen. Dus we gaan er naartoe. En huppakee, we gaan naar de overkant. En niemand heeft ons... Ja, niemand, ik wil net zeggen, niemand heeft ons gezien. Misschien wel. Weirdo onder vuur. It's Rona, right? Kenway, looking for trouble, I assume. So you haven't lost your charm. And you're still boozy as a swill tub. What do you want? I've come to warn you. Your life's in danger. Aren't you the crafty one? Whatever, give it away. Possibly I had a hand in selling a sensitive document to one of those Templar chaps you're so fond of. Congratulations, your mission was a success. How can I make amends? You sober enough for target practice? Anything for a lady. Wat een hartenjager is dat, Jezus. Help me kill these men. Kom maar. Waar is de bruskruid? Hier ook, bruskruid. Mijn is. Waarom komt hij niet aan mij op? Kom op. Hier, kom maar.
Nee, die hoef ik niet. Ik wil die buskruidbus. Snel zijn dan ook, want met wat secondetjes. Zo. De eerste die daar komt, schiet ik eventjes kapot. God, we hebben een probleempie. Geen idee allemaal af. Je zit op het dak, kom maar, gooi dus aan van het dak af. Nou wordt het irritant gewoon. So, is this your new persona? Sir Edward of Havana rescues damsels in distress. And does it suit me, Mopsy? Better than your old personality. Really, Edward, why are you here? Yes. Well, there's a key. Most likely in the pocket of your Templar suitor. I need it. Really? And why don't I want this key for myself? Rona, I know you're no stranger to a man's boots, but the suit this key unlocks won't fit you. I'll tell you what. If I think of a chore that requires the help of an especially simple fellow, I'll let you know. Are you kidding me? Held. Dan ga door. Op de markt. Have you reconsidered my offer, Rona? Yes. As I'm indisposed and my sense of duty runs deeper than my pride, there's a situation I hope you can investigate. Go on. Mind, I said investigate a situation, not create one. Yes, Mum. What is it? A rash of thefts and mischief. Seems too convenient it started at the same time as these bureau attacks. Could you see what you can find out around the market? A boozy swill tub like me. Are you sure? I won't let you down. It would be hard to get much lower than this. Oei. Zoek een zakkenroller. Nou, we gaan er eventjes gewoon eventjes naartoe. 200 meter verderop. Lopen er even naartoe. En dan zijn wij zo weer terug bij haar. Nou, die zakkenroller. Nou, we hebben toch het vee. Dus dat moet wel snel zijn. Ja, en voor de rest, we zijn er in mijn... Ik weet niet wanneer, hoeveelste aflevering het is. Hoog, meer dan de tienste, want... Ja, tienste, ja, zo. Tienste aflevering. Zitten we... Voor mij zit dan de 12e volgens mij. Want de vorige aflevering was de 11e. Zitten we nu bij de 12e aflevering van het... Dus dat gaat al vrij lekker eigenlijk. We zijn nog niet eens eigenlijk klaar met de game. Dat de main game best wel groot is. En we willen echt ook 100% gaan completen. Dat, dat komt wel goed. En dan hopen dat we ook gewoon alles 100% kunnen clearen. En ook nog de twee DLC-eilanden ook kunnen clearen. Dat zou wel handig zijn. We hebben uit wat voor spullen. Dank u. Pak hem, beroof de zakrollen. Ja, maar Morok, die man is gewoon te snel. Dank u. Puedo ayudarlo? Missie voltooid. Nice.
En daarmee heb ik ook nog een brief te pakken. En ik denk, ik pak de courier. Ja, maar daar heb ik op dit moment geen zin in om dan achteraan te gaan. Even kijken, weer terug naar de... Oh, god. Gelukkig zit daar toch een fast travel point dichtbij. Dus daarmee gaat dat even wat sneller. Zo. En dan hopen dat we voor het einde van deze aflevering Havana ook hebben geleerd. Het zal namelijk wel wat handiger zijn. Want dan hebben we, dan lopen we, nou, niet echt achter, maar... What you find out? Managed to nab a pickpocket. Sly Boots had a map. Something about storehouses and gunpowder. I did some research too. It's clear as day. The whole operation's run by that Templar scoundrel Hillary Flint. That's the same name from the map. He's using pickpockets to run an arms race. Against who? Me. He's in the lead, I take it. Yes, but with your map, we can destroy his weapon stores to catch up. Let's waste no time. Geen tijd te spelen. Nou, moeten we toch drie doen, dus... We doen wel de snelste eerst even hier, hoor. Is hier heel close. En dan moet niet Edward random ineens in de grond gaan beuken. Huppakee, oh my. Ja, ook automatisch springen, graag als het me kan. Yo, boeken mooi jongens. Doei doei. Fuckers, rot op. Red tip. Jullie gaan iemand aanvallen waarvan ik niet wil dat ze doodgaat. Anders heb ik geen sleutel. En heb ik geen mooi awesome armor. Oh, wacht. Ik spring gewoon in de hooi. Is dit best wel een van de makkelijke missies eigenlijk op dit moment, die Templar, ja. Templiersjechten. Nee, je ziet me niet. Ik heb hier niks gedaan, fuckers. Iedereen die er buiten staat, the fuck, wat gebeurt er? Ja, wat gebeurt er? Nou, iedereen direct op stelte. Ja, dat was ik. En jullie weten niet dat ik het was. Fuckers. Een beetje iemand opblazen. Wat denken ze wel? Nou, ik zie hier de laatste. Dus ik ook even heel erg... Heavy guarded. Oh god, alle guards gaat hier naar op het dak. Dan boek ik hem daar naartoe. Omdat zij nu daar staan. En dan uit boeken. Nice! Helemaal half sneaky gedaan. Maar volgens mij ging het lekker. En dan hebben we nu wat regen. Dank u. Fast travelen. Daar naartoe. Loop. God, laat hem activeren. Dank u.
En thanks voor de harde regen. Wind. Alles. En onweer. Top. Helemaal toppie. Ik ben daar heel erg blij mee, Marius. Maar het ziet er wel nice uit in de game. Ja, want je ziet het niet in Assassin's Creed Origins, hè? Je zit in een woestijn, daar komt niet echt vaak regen. Een millimeter per jaar. En wat hebben we hier in Nederland? Rivieren die overstromen. Op dit moment. Hey, in tijd van opname. Nadat deze wat later wordt opgenomen, of wordt geüpload, een week later dan die overstromingen. Nou nee, het gaat nog niet eens overstromingen, maar iedereen maakt het dan echt een heisa van oh god, het gaat overstromen, help. Boom. Edward, we've reduced that Templar cat Flint to a fraction of its power. The only thing standing between you and your key now is Flint himself. You have an approach in mind? I'll engage him in combat. And you circle around carefully and well, you know the rest. Suddenly squeamish, Rona. Can't quite bring yourself to kill him. Of course not. I just don't want you to feel like I'm telling you what to do. I think that injury must have left you with a touch of fever. Can we go now? Let's. Oh, he won't be hard to find. Cheeky bastard. Strutting about like the cock of the walk. Admitted, Rona. Deep down, you like the walk of that cock. I can arrange to have you and Thumbkins if Flogan's too kind, Kenway. Nou, dan is Flint bijna dood. En dan hebben we weer een key. Nice. I'll distract him. Hey, Flint! Ha! Not much of a show. Mietje, kom dan. I knew we would end in fire. But I always thought our positions would be reversed. I should have died happier, knowing there was one less assassin in the world. What a pity. We could never fight together on the correct side of things. Would, you two like a moment alone? No. It's too late. Take it. His charm's all used up. Let the memory of him be locked away for good. Nice, ons op het gebied. Ik heb hem vermoord en zijn ze ineens random weg. Dank u, game. Het is nou een enorm druk hier, though. Iedereen is namelijk nu naar me op zoek, omdat ik hem heb vermoord. Ja. Hier ook weer. Huppakee, opbokken. Ja, ik kan net zeggen, want ik weet dat daar verderop een hooibaal is om even in te duiken. Er zijn momenteel 4 upgrades beschikbaar in de kapiteinshut. En iedereen ziet mij daar, dus hè. Voltooid, please. En we hebben er nu. En we hebben weer Templier. Of hebben we weer van die gozer achter me aan? Fijn, kan er ineens. Normaal. De video afsluiten, thanks. Laat me even alleen. Ik ga wel hier eventjes tussen staan. Nou. Top mensen dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering. Vonden jullie het veel leuk? Dan blijf ik nog willen meer abonneer en like vermis ik weer de volgende keer. En in de volgende aflevering gaan we weer verder en gaan we naar. De fuck dacht ik zwem met water in. En in de volgende aflevering gaan we gewoon verder naar deze markt hier dan. Halen we eens deze neer. Dan gaan we naar de volgende verhaal. Dus jongens, ik zie jullie. Tot dan. En houdoe.